Het probleem is bekend. Jongeren kiezen te weinig voor een technische opleiding. In het Amsterdamse Techniekmuseum NEMO waren daarom tientallen vertegenwoordigers van overheid, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen aanwezig om een zogeheten techniekpact te ondertekenen. Een dikke stapel met afspraken die ervoor moeten zorgen dat in 2020 jaarlijks 30.000 extra technici worden opgeleid. Verplicht techniek in het basisonderwijs. Leerkrachten moeten beter thuis zijn in technische vakken. Er komt extra geld voor om- en bijscholing en voor studiebeurzen. Maar er is ook een cultuurverandering nodig. Want stel je voor, u bent ouder van een kind van een jaar of 12 dat heel graag met zijn handen werkt. Maar dat ook heel goed is in algemene vakken. Wat is nou uw advies? Wees eens eerlijk. Er zijn twee dingen tegelijk waar. Als een kind iets wil, dan moet je dat honoreren. In dit land is studiekeuze vrij. Als je passie is, ik wil kapper worden, dan word je kapper. Of journalist, of wat dan ook. Maar als je het niet zo goed weet, en dat geldt voor 3/4 van de leerlingen, die weten het gewoon niet zo goed, dan zou ik die beter voorlichten in wat nou kansrijke beroepen zijn. En daar valt nog wel wat aan te verdienen. Nou, naar techniek natuurlijk. Waarom? Nou, omdat je daar verzekerd bent van een goede baan. Je zult zien dat in de komende decennia bedrijven op technologie concurreren. Dat neemt dus een steeds belangrijke plaats in. Dus ja, het is bijna een baangarantie als je techniek studeert. En het is hartstikke leuk. Poeh, nou, ik heb een dochter van 12. En die is heel goed met haar handen, maar ook heel goed in haar vakken. Ik zou zeggen, ga voor die vakken. Omdat je daar zo breed mogelijk mee opgeleid kan worden. En dus uiteindelijk daarna ook alle keuze hebt om nog verder te gaan. En overweeg dan ook dat je misschien uiteindelijk liever met je handen door wil. En hoe zit het dan met het stimuleren van techniek? Nou, dat stimuleer ik enorm. Ik zou niet anders kunnen. Ze krijgt techniek op school en ze vindt het niet altijd even leuk. Maar ik weet, hier bij NEMO heeft ze in de tijd tandpasta gemaakt en zalfjes gemaakt. En dat vond ze fantastisch om te doen. En ik dacht, ja, dat is ook techniek. Dus iedereen moet iets passen. Je moet het wel leuk vinden. Maar we kunnen het ook leuk maken. En daar zijn ze hier kei in. Oh, eigenlijk is dat heel eenvoudig te beantwoorden. Mijn kind, mijn zoon of dochter, mag voor haar talent gaan. En als dat betekent dat het een talent is, wat, richting een rechtenstudie gaat, ga rustig studeren. Maar is het een talent wat heel nadrukkelijk voor werken met handen kiest? Absoluut doen. Zonder terughoudendheid. Maar als hij ook dus ontzettend graag met zijn handen werkt, dan zou ik hem absoluut aanraden om een technisch vak te kiezen. In deze tijd. Absoluut een garantie op een stageplek en een baanplek. En een leven lang werk en inkomen. En als hij dus echt goed is met zijn handen, dan zou ik hem dat echt adviseren. En toch die techniek in te gaan. Omdat je met die enorme algemene kennis die je er dan erbij hebt, ontzettend veel kan bereiken. Je kan heel mooie dwarsverbindingen maken met andere vakgebieden. En dan, ja, als je met gouden vingers hebt en je kan ook nog een keer innovatief bezig zijn en creatief zijn, ja, dan kom je het verst. Zo hoog mogelijk. Gewoon dat wat jij kan. Doe dat wat je passie heeft. Dat vind ik het allerbelangrijkste. Mij maakt niet uit hoe hoog, maar probeer zo hoog mogelijk te krijgen. Niet vanuit status, niet vanuit iets anders. Omdat hoe hoger je opleiding, je kunt, dan kun je meer. Dan heb je... Kies je dan techniek of algemeen? Nou, wat zij willen, wat hun passie. Ik zeg tegen mijn kinderen, volg je passie. En kijk natuurlijk wel naar werkgelegenheid. Kijk naar wat er aan mogelijkheden is voor je loopbaan. Maar kies uit passie. En als jouw passie techniek is, moet je techniek kiezen. Ga techniek studeren. Want met de algemene vakken is de kant van zijn sociale vaardigheden heel goed. En in de techniek hebben we niet alleen mensen nodig die goed zijn in hun vak. Maar dat ook weten uit te leggen of diensten weten te verlenen of een advies weten te geven. En ik denk dat iedereen die nu begint met techniek studeren over 4 jaar een baan heeft. Zeker. Nou, mijn zoon heeft technische bedrijfskunde gestudeerd in Enschede. Die is er vervolgens een heel eind mee gekomen. Hij zit nu al 8 jaar in Singapore. Hij heeft ontzettend naar zijn zin. Mijn dochter is fysiotherapeute geworden, opgeleid in Enschede. En later ook les gaan geven in Enschede. Dus ze hebben allebei leren werken met hun handen. En dus wat dat betreft ben ik een goed voorbeeld. Maar ligt het probleem niet vaak bij de ouders? Ja, probleem. Probleem is vooral dat we de kansen die er zijn in ons land, dat we die niet gebruiken. Het is werkelijk verschrikkelijk om mee te maken dat het aantal werklozen maar op blijft lopen. Terwijl er bedrijven zijn die zeggen van ja, wij missen orders, wij missen omzet en winst. Omdat we niet aan genoeg vakmensen kunnen komen. Maar ouders sturen hun kind toch heel graag naar algemene opleiding? Ja, maar ouders die krijgen nu door dat in Duitsland, waar het heel goed gaat, waar ook de industrie over de hele wereld de producten af kan zetten. Dat mede komt omdat 4 van de 10 kinderen voor de techniek kiezen. En die hebben daar een hele goede 7 baan in.
In Nederland 2 van de 10 kinderen kiezen voor techniek. Nou, wij willen dat het naar 3 van de 10 gaat. En wij willen dat ingaande jaar 2020 30.000 mensen extra voor de arbeidsmarkt met technische beroepen beschikbaar komen. En dat is het belang in eerste plaats van degenen die in de techniek gaan werken. Want daar heb je leuk werk, het betaalt goed en het geeft veel zekerheid.